Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Opverloren Stationspotten. Ik ben Hidde en meer heb ik niet te zeggen, dus eerst het introotje laten zien. De Antwerpen-Rotterdamse Spoormaatschappij opende in 1854 een spoorlijn van Antwerpen via Roosendaal naar Zevenbergen en Moerdijk, waar kon worden overgestapt op de stoomboot naar Rotterdam. Een jaar later kreeg die spoorlijn een aftakking naar Breda en zo werd het eerste station van Breda op deze plek geopend. In 1863 kwam er een spoorlijn bij, de spoorlijn van Breda naar Dordrecht en Rotterdam. En dat is de spoorlijn die wij gaan volgen. Toen die spoorlijn werd geopend, werd dit station gesloten voor personenvervoer en werd een station op de huidige plek geopend. Het station op deze plek werd daarna gebruikt voor goederentreinen in verband met dat hier een fabriek was, een suikerfabriek. Iets ten zuiden van het tegenwoordige station Breda Prinsenbeek was vroeger stopplaats Beek. Hier zo dus. De stationschef van Beek deed meer dan alleen kaarten verkopen. Hij bediende ook deze overweg. Dus toen Beek in 1938 werd opgeheven, was er ook geen stationschef meer die de bomen sloot. Voor de veiligheid werden er toen alle overblijfselen van de halte gesloopt, zodat je beter kon zien of er een trein aankwam. Tegenwoordig wordt de overweg gelukkig wel weer bediend, maar dan automatisch. Deze weg heet de Lange Weg. Het is een lange weg die loopt van Zevenbergen via het dorpje Lange Weg naar het voormalige station Lange Weg, die aan deze lange weg lag toen het nog de spoorweg gelijkvloers kruiste. En dat was tussen 1866 tot eind jaren 30 of begin jaren 40. Op de plaats van het voormalige stationnetje is tegenwoordig een flyover voor de hoge snelheidstreinen uit Breda naar Rotterdam. Alleen die flyover zorgt er ook voor dat er hier af en toe toch nog treinen stoppen op de plaats van het voormalige stationnetje. Want de voltage op de hoge snelheidslijn is anders dan in de rest van Nederland. En daarom moet de pantograaf eventjes naar beneden als hij van de normale spoorlijn naar de hoge snelheidslijn wisselt, de trein. Alleen dat zorgt er dus voor, als de trein langzaam rijdt en dan gaat hij de flyover over, naar boven dus, dan komt hij stil te staan op de flyover. En dan, dan kan hij niet meer vooruit, want de pantograaf is naar beneden, anders krijgt hij kortsluiting misschien. En daardoor stranden hier regelmatig hoge snelheidstreinen hier. Direct aan de overkant van de Moerdijkbrug was van 1872 tot halverwege de jaren 30 stopplaats Willemsdorp. Hier nemen we ook weer afscheid van de hoge snelheidslijn die je daar rechts in beeld ziet. Die neemt namelijk een kortere route naar Rotterdam.
stopplaats Willemsdorp was in 1945 heropend als tijdelijk eindpunt, omdat toen de Moerdijkbrug moest worden gerepareerd vanwege oorlogsschade. Speciaal voor de SGM-fans die kijken heb ik een aantal verloren stations op deze lijn al opgenomen in 2021. Want toen waren SGM-treinen hier nog heel normaal. Bij het huidige station Zwijndrecht uit 1965 begint de 5 kilometer lange stamlijn De Grote Lint. Deze goederenspoorlijn loopt langs de gewone spoorlijn tot aan waar het oude stopplaatsje uit 1894 was. En later werd deze ook opgewaardeerd tot station. Bij de opening van het huidige station is dit station gesloten. De Grote Lintlijn gaat hierna over de Lintse dijk naar het bedrijf van Leeuwen, waar goederentreinen buizen heen brengen. Alleen vandaag reden er geen goederentreinen op dit lijntje. Wat betekent dat ik dit hele stuk voor niks heb gelopen, jee! Nou ja, we gaan door naar het volgende verloren station. Het eerste station van het Zwijndrecht. Kom maar mee. Het eerste station Zwijndrecht, ook wel station Pieterman genoemd, is hier geopend in 1872. Pieterman was de naam van een nabijgelegen herberg. Het enige wat nu nog aan het oude station herinnert, is de naam van de weg die naar het oude station liep. Want toen in 1895 de stopplaats van daarnet, die dichter bij het dorp Zwijndrecht lag, werd opgewaardeerd tot station, werd dit station gesloten. Het stationsgebouw is hier nog een tijd bewoond geweest, maar is in 1976 toch gesloopt. Op 19 februari 1989 vertrok uit het grootste rangeertrein van Nederland, Keifoek, de langste reizigerstrein ter wereld. En dat deed hij niet zonder passagiers. Voor deze gelegenheid werd een extra stopplaats gebouwd door bij de pijl 2 trappen neer te zetten. Daar was het. Helaas kun je daar niet meer komen. Het verboden trein en alleen voor medewerkers van corona. Maar eigenlijk vind ik dit een veel mooier plekje. Je hebt een prachtig overzicht van alles wat er gebeurt. Op deze stopplaats eindigde een dubbeldekkertrein vol met geluksvogels die mee mochten. Hier moest men overstappen op 14 van de 60 rijtuigen die locomotief 1607 via de spoorlijn die wij tot nu toe hebben gevolgd naar het station Eindhoven-S trok. Barendrecht heeft nu een mooi modern station iets verderop en die is gebouwd op de plek van het oude station uit 1973. Maar ruim 100 jaar eerder had Barendrecht ook al een station. En dat lag ietsjes zuidelijker en tegenwoordig ligt op die plek een parkje bovenop de spoorweg. Ter hoogte van het voormalige station Barendrecht komen ook de hoge snelheidstreinen weer tegen. Ja, en zoals je kan horen ben ik niet de enige die dit een mooie spotplek vindt. En we zijn nu bij het voormalige stopplaatsje Rotterdam Feyenoord. En die moet je niet verwarren met station Rotterdam Feyenoord. Dat is tegenwoordig station Rotterdam Zuid. En ook niet met de stopplaats die bij het stadion van Feyenoord staat. Dat heet namelijk Rotterdam Stadion. En stopplaats Stadion was vroeger station IJsselmonde.
Nee, tussen 1901 en 1926 was vlakbij de Koningshavenbrug stopplaats Feyenoord. Tegenover de treinhalte was vanaf 1898 ook het beginpunt van de RTM stoomtramlijnen die hier tot 1966 naar de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden reden. Stopplaats Feyenoord was in zijn laatste jaren kort een kopstation, omdat toen de Koningshaven draaibrug werd vervangen met de hefbrug. De treinen gaan tegenwoordig onder de grond door, maar de hefbrug staat er nog steeds en hij doet het ook nog steeds. Van de hefbrug sluit ik deze aflevering van Op Verloren Stationspotten af. Ik heb alle andere spoorlijnen van en naar Rotterdam ook al bezocht met Op Verloren Stationspotten, dus die kun je hier zo bekijken, alle drie. En vond je dit een leuke aflevering? Dan moet je zeker liken. En tot de volgende keer. Abonneren, want er komt meer video's.